Nee, heb je niet gecheckt? Wel. Nee. Haha. Altijd luisteren naar Kai, hè? Ja. Met je Dunkie NS-kaart. Kijk. Alles gebrand bij die jongen, dat is prachtig. Het was een wagen genoeg, jongen. Ja, dat was tof. We zien elkaar snel. Cool. Dag, ja. Kijkertjes. Mooi fantasy, Chris, toch? Ik bedoel echt. Ja, ik heb altijd vrienden nodig die een beetje meer outgoing zijn dan ik. Ik ben eigenlijk, hoewel het misschien niet zo lijkt, ik ben best wel behouden. Ik heb namelijk altijd een soort van een drempel die ik over moet om gekke dingen te doen. Als ik die drempel helemaal over ben, dan geniet ik er ook met volle teugen van. En Chris is echt zo'n vriend van me die me altijd over de drempel kan krijgen en waarmee we gekke dingen gaan doen. Vandaag ook. Ik zat op de fiets, Chris op het longboard. Dan hadden we een touw aan vastgeknoopt met een boomstronk waar Chris dan achter ging chasen zo, dat we door de hele stad heen gingen met Chris erachteraan alsof hij aan het wakeboarden was. Dat was best wel heel tof om te doen. Heel veel leuke blikken gekregen van mensen. Echt genieten. Lekker broodje gegeten, lekker uit eten geweest. Het was echt een lekkere dag. Ik heb ook de hele zolder leeg. Dus het is productief, leuk en gezellig en ook nog heel erg lekker zitten brainstormen over zijn bedrijf en mijn bedrijf. Wat een lekkere dag. Thanks, Chris. Wat ik heel grappig vind is dat heel veel mensen denken dat ik best wel outgoing ben, omdat ik zeg maar werk doe waar ik spreek voor groepen, heel vaak op het podium sta. Maar eigenlijk valt dat best wel mee. Ik ben best wel lekker ook echt op mezelf. Ik ben graag thuis en een beetje aan het rommelen met mijn eigen dingetjes. Ik ben helemaal niet zo super outgoing. Ja, ik ben eigenlijk, als ik thuis ben ik eigenlijk vrij rustig. Ik ben meer een vrij rustig persoon dan heel druk of heel erg in your face. Dus wat ik leuk vind is dat ik dus omringd ben door mensen zoals Chris. Dat als ik met Chris op het terrasje zit of whatever, hij spreekt echt iedereen aan. En dat bewonder ik zo in hem. Ik vind dat zelf namelijk echt doodeng. Ik heb zelf een soort van een gedachte dat ik in de weg zit. Dat ik andere mensen stoor. En dat vind ik vervelend. Ik wil niet echt andere mensen storen of andere mensen kwetsen of in de weg zitten of zo. Weet je? Dat vind ik vervelend. Ik weet wel, ook wel, zeg maar, rationeel gezien weet ik wel dat het niet zo hoeft te zijn. Weet je? Dat je, als je andere mensen iets vraagt, want als mensen betrekt in een gesprek, dat het vaak zelfs leuker is. Vooral als je het zo natuurlijk doet als Chris. Dat vind ik zo mooi. Als hij betrekt mensen bij het gesprek en het is gelijk ook gezellig. En ja, hij kan echt heel goed de sfeer maken. Dat bewonder ik enorm in hem. Daarom vind ik het ook heel erg leuk om vrienden zoals Chris te hebben die dan dat initiëren en die daar dan van elke situatie een feestje maken. Want ik kan er wel heel mooi in meegaan. Weet je, als hij het gesprek dan initieert, dan vind ik het toch hartstikke leuk om dan ook daarin mee te gaan en dan ga ik ook wel mee. Dus ik merk aan mezelf dat ik het initiëren vind ik het moeilijker. Als iemand onbekend aanspreken of de stap zetten om dat te gaan doen, weet je. Dus ook zoals vandaag dat achter de fiets dan. Ik weet niet, ik zou dat idee niet gelijk initiëren. Ik zou er niet mee beginnen, maar ik vind het wel heel leuk. En altijd al die gekke situaties zorgen altijd wel voor verhalen die je lang blijft vertellen. Dus ik merk aan mezelf dat ik soort van. Dus je hebt dan zo'n comfortzone concept. Dat je denkt van oké, ik ben hier comfortabel mee. En ik merk dat ik altijd wel veel plezier heb om dingen te doen die buiten mijn comfortzone liggen. Dat ik dat eigenlijk wel leuk vind. Maar mijn comfortzone heeft een soort van een drempeltje. Niet een gigantische drempel. Ik merk bijvoorbeeld zelf, wat ik met Chris over tijdens het eten, dat dit vloggen neemt voor mij wel een drempel weg. Want vaak denk ik dan, als ik bijvoorbeeld ergens ben geweest, zoals in een stad. Nou, dan had ik bijvoorbeeld in mijn vlog over Amersfoort heel erg. Toen zei ik op een gegeven moment van, weet je, toen had ik met Sophia afgesproken. Daarna zei ik van, nou dan ga ik wel naar huis, want ik heb nog werk doen, et cetera. Dat is een beetje mijn normale denkstijl. Dus dan ben ik ergens geweest en heb ik gedaan wat ik moest doen en ga ik naar huis. Maar door dit vloggen heb ik zoiets van, weet je, maar in Amersfoort zijn leukere shots. Dan kan je echt een leuker filmpje ervan maken. En daardoor is mijn vlog, mijn camera, is een soort van goed excuus te worden om het avontuur op te zoeken. En dat is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Ik heb eigenlijk een goed excuus nodig om op het avontuur op te zoeken. Het maakt eigenlijk niet zo goed veel uit welk excuus het is, als het maar een excuus is. Dus dat is, vind ik wel leuk aan een stukje zelfkennis daarin. Dat ik weet dat ik zo in elkaar zit. En dat ik dan ook weet dat als ik met mensen op vakantie ga of zo, weet je, dat ik weet dat ik dan echt een toptijd ga beleven. Simpelweg omdat ze me een beetje uit de tent lokken. Dus ja, dat vond ik erg leuk van vandaag. Nou, ik heb voor het eerst ook even een avondje vrij. Ik denk dat ik maar eens even lekker gewoon heel chill een filmpje ga kijken. Ik weet nog niet wat het gaat worden, maar ik heb er wel zin in. Lekker filmpje kijken. Die gaat het worden. Spannend. Halverwege de film van Kaart in slaap gevallen. Het is nu 2:00 s'nachts. Ach ja, dat is lekker. Prima dag zo. Lekker met opa en Chris geklust. Huisje een stuk meer klaargekregen. Voorbereiding voor komende week. Heel veel lol gehad met Chris. Ik ga lekker editen. Zodat deze klaar is. Proost op alweer een mooie dag.